Nederlandse film. Zie je op het Nederlands Filmfestival 27 september tot en met 5 oktober in Utrecht. Sylvia van der Heijden, algemeen directeur van het Nederlands Filmfestival. We blikken dagelijks vooruit naar het enorme aanbod tijdens het festival. Morgen de laatste dag. Waar moet ik morgen naartoe? Het is voor het eerst dat wij een slotdag doen na het Gouden Kalveren Gala. Dat biedt ons de gelegenheid om de winnende films, die we nu natuurlijk nog niet weten, want vanavond is het gala, te laten zien. En dat betekent dat beste film, beste documentaire en de film waar de prijswinnende acteur of actrice in te zien is, morgen te zien zijn in Kinepolis. Kunnen we even naar 3 van de vele nominaties kijken voor morgen? Ja, Dirty God van Sacha Polak. Een prachtig beeld over een vrouw die zuur over zich heen heeft gekregen. Een woedeaanval van haar vriend. Hele mooie film. Zullen we even kijken? What if I give you like a molar? Night? Where's your mask? Healed well, Jade. We're really pleased with your progress. This was a particularly violent and horrible crime. We need to see how things settle over the next 18 months or so. So I'm left with this fucking dog's dinner. I swear to God, Jade, one of these days I'm gonna be happy with my body. Plastic surgery go wrong for you, love? Well, this is clearly gone wrong. I can fix my face. You don't know what you've put me through, because all you ever think about is Jade. I was still in hospital, and my mum brought Ray to see me for the first time, and she comes in. She goes, monster. My mum, she's like, it's a nice monster, Ray. What happened to you? It ain't got nothing to do with God, you know. Come back to look and see that he destroyed her. But he didn't, Mum. He didn't. Een andere speelfilm voor morgen die genomineerd is? Is Baantje, het begin, echt het begin. Amsterdam, jaren 70, Waldemar Torenstra, heerlijk. En deze film is gewoon nog lekker te zien tijdens het festival, tijdens het hele festival. Maar natuurlijk dan als morgen, stel je voor dat hij wint, dan is hij morgen ook te zien. Hokkai! Zeg maar, Mop. Jurrie aan de kop, dat is met C-O-C-K. Oh, gefeliciteerd. Schrijf ik dat met grote letters. Hè? Ik wilde even zeggen dat ik heel blij ben met de kans om samen te werken. Wie is dit? Dat is mijn nieuwe collega, Jurre. Hoi, Pien. Hoi. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het op Kroningsdag geen godvergeten puinzooi wordt. We weten wie het zijn, we weten waar ze wonen en we weten dat ze niet veel goeds in de zin hebben. Nou, de vaart zet er goed in, hè, de kok? Wat? We hebben iemand in de gracht gevonden. Die nieuwe heb je zin in. Vermoedelijk een kraker met rat in zijn buik gekerfd. Volgens mij heeft het allemaal met elkaar te maken. We hebben een vloerplaat gevonden van de nieuwe kerk. Moet iets met de kroning te maken hebben. De kraakbeweging die probeert de cocaïnehandel over te nemen. We hebben 4 dagen, ja? Ah, nou, zo niet. Nou zie je eruit als een echte kraak. Jurre, ze maken je dood als ze zien. Ben je er wel helemaal bij met je koppie? Dan weet jij wel raad mij in Antwerpen, dacht ik zo. Pas maar op, dat komt ook jullie kant uit. Binnen de kortste keren schieten bij jullie ook iedereen overhoop. Wij zijn krakers. We gooien met stoeptegels en we slaan af en toe een agent op zijn bek. Waar zijn die wapens dan voor? Alles staat klaar, Bob.
Zou je mij plezier willen doen? Ja. Als jij ooit nog eens een lijk in de gracht ziet drijven, dan laat ik hem liggen. Ja. Heb je voor ons een derde nominatie, waar we morgen nog even snel naartoe kunnen tijdens het festival? Nou, als hij wint natuurlijk, dan zou ik zeker Niemand in de stad willen aanbevelen. Dat was de openingsfilm van het festival vorig jaar. Regie van Michiel van Erp. En dat gaat over het leven van corporale studenten in Amsterdam. Daar heb ik zelf helemaal niks mee. En bij het begin van de film dacht ik, oh jee, maar dan gaat de film door over de vriendschappen die die jongens hebben, de relaties die ze hebben met meisjes, met mannen, met hun ouders. En dan sleurt hij je gewoon mee, zuigt je echt mee in de film. Hey. Ja. Mand, is een brief voor je. Hij komt uit Spanje. Van je pa. Ik hoef hem niet te zien, die klootzak. Hij is ziek, man. Het is je vader. Als het jouw vader zou zijn, zou jij gaan? Wat is er mis met ons, Jacob? Niets, vader. Dan vraag ik me af, wat is er mis met jou? Jacob heeft zijn vader gevochten. Ik heb ze uit elkaar moeten trekken. Ik vertrek over een paar maanden voor mijn laatste kooschappen naar Londen. Maar daarna is dit leven echt afgelopen. Wat doe ik hier eigenlijk? Ik ga dood. Ik wil dat alles goed geregeld is met jou. Fuck ja. Als jij iets zou weten over iemand en diegene die begint daar gewoon niet over, wat moet je dan doen? Mensen die verdrinken, die roepen alleen aan het begin om hulp. Daarna worden ze stil. En dan zijn ze nog niet verdronken. Straks moet je ineens van alles. Moet je keuzes maken die onomkeerbaar zijn. Wat moet ik doen? Dit is je laatste kans. Dit, hier, dit is het moment. Dit is het leven op open zee, vriend. Als je er echt over nadenkt, komt het altijd ongelegen. Het volwassen leven.